Die week uit het nieuws, jouw portie, meningen over het nieuws van de week. Tot spot, tot binnenland nieuws, tot buitenland nieuws. Alles komt voorbij in die week, uit het nieuws. Ja, mensen, buiten aflevering op deze 28 oktober bij een nieuwe aflevering van die week uit het nieuws. Op deze 28 oktober, welkom allemaal. We zijn ook weer na een tijdje weer live op Facebook. Dat heb ik vroeger heel vaak gedaan, live op Facebook. En dat doe ik weer een beetje terug, mijn profiel is een beetje geblokkeerd. Dus ik ben mijn pagina kwijtgeraakt. En nu wil ik eigenlijk het wel weer terughalen, die Facebook account. Maar ja, dat kan ik niet terugvinden. Ja, iemand heeft gehackt uit Amerika of zoiets, uit Texas-achtig idee. Geen idee wat er gebeurd is, maar iemand uit Texas. En toen ik dat zag, dacht ik van, oh nee, dan ben ik alles kwijt. Mijn hele Facebook-pagina was ik kwijt, 383 volgers had ik op die Facebook-account. Toen hadden we Nederland erdoor, de avondshow. Het hele met Dreumke hadden we toen nog. Dat soort series, zeg maar. En het is allemaal weg. En gelukkig hebben we de beelden nog. Daarom maak ik nu ook livestreams op Facebook van deze serie. Die week hadden die ook om terug te halen. Welkom in deze aflevering en we zijn er weer met een nieuwe aflevering van deze serie. Ik hoop dat ik het weer deed. Mooi dat je de video aangeklikt, want er zijn meningen over het nieuws van de week. Er komt een nieuw intro aan, maar wanneer, dat weet ik niet. Ik ben nog niet aan het bezig om een intro te maken, want het intro die ik nu heb, vind ik niet echt bepaald mooi. Nee. Dus misschien ga ik daar nog een keer mee aan de slag. Misschien, hè. Dus eigenlijk is op misschien. Vorige week waren er niet, omdat ik toen gewoon... Ik had geen zin. Vanavond had ik eigenlijk ook gezin. Maar ja, ik doe het voor jullie. Voor jullie, kijk eens thuis. In deze serie daar. Ja, best wel groot geworden eigenlijk. De afgelopen jaren. Met een andere format en een andere logo en een andere naam. We gaan naar het eerste onderwerp. Laten we daar maar als eerste mee beginnen. In die week... uit het nieuws. In de show. Die week. Uit het nieuws. Weet allemaal wat er gisteren is gebeurd in Gent. Want we waarschijnlijk hebben heel veel mensen het meegekregen. Thierry Baudet was gisteren in Gent in België. Verkiezingen-achtig idee. Nee, hij moest een lezing houden op een school in de Gent of zoiets. En hij is toen licht hersenschudding gekregen door een klap van een paraplu. Ja, gisteren was het niet eigenlijk, eergisteren. Want ja, ik neem het op vrijdagavond, dus ja. De Vorm van Democratie, FVD, legt de komende dagen de campagneactiviteiten stil. Vanwege de klap die partijleider Thierry Baudet gisteravond in Gent kreeg. Baudet liep hierbij een lichte hersenschudding op, maakte de partij vrijdagmiddag bekend. Gezien de gebeurtenissen gisteravond in Gent legt Forum voor Democratie de campagneactiviteiten de komende dagen stil, schrijft FVD op X, oftewel Twitter. Baudet was in de Belgische stad op het verzoek van de conservatieve studentenvereniging om een lezing te geven die was eerder uitgesteld omdat het universiteitsbestuur verklaarde de veiligheid niet te kunnen waarborgen. Ondanks het lichte hersenschudding maakt Baudet het volgens de partij goed. Hij is thuis bij zijn gezin. Hij is erg geschrokken bij zijn gezin dat erg geschrokken is. En hij moet herstellen van de klap. Al dat is de verklaring. Er is aangifte gedaan tegen de man die ervan wordt verdacht Baudet met een paraplu op zijn hoofd te hebben geslagen. De klap is op beelden te zien. Nou, ik heb het gezien. En het was echt best wel een harde tik. Je hoorde echt zo tik-tok. Ja, dat hoort eigenlijk niet zo. De man werd gisteren naar het internet opgepakt, maar loopt alweer op vrije voet. Hij zou wel worden vervolgd. Nou, ik vind het... ja, taakstraf. Nou, taakstraf is niet echt handig. Maar je gaat sowieso geen politici slaan. En hij zei daarna ook iets van teksten. Ja, ik weet niet meer wat het precies ook weer zijn, maar ik heb het ergens gelezen dat hij zei over... Poetin, nazi. Even kijken. Waar stond dat? Ik had het ergens gelezen op nieuw.nl.
Ik kijk nu op nu.nl voor mijn mensen willen weten. Live, allemaal live. Voor jullie op dit YouTube en op dit Facebook-kanaal en YouTube-kanaal. Maar ik zie even niet staan. Van politie blijf je afreageren. De mensen en premier. Maar Rutte, de idee van politie waar je het mee oneens bent. Hallo zeg. Bestrijd ik met woorden en nooit, dan ook nooit met geweld. Hij noemt wat Badout is overkomen, dan ook volstrekt onacceptabel. Onacceptabel. Ja, dat hoort ook niet zo. Ja, ik weet niet wat ik van vinden moet van Baudet. Maar je gaat sowieso niemand slaan met een paraplu. Nee, dat slaat helemaal nergens op. Even kijken. Er stond iets over wat die vent zei. Hij was een Engelsman uit... Ja. En toen hij een klap geefde, toen ging gelijk de politie erop af. Ja. En als we toch even in het wereldje zitten van de verkiezingen en premier, de stemwijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen staat weer online. Hoe vind je die? In de show. Die week. Uit het nieuws. Want we weten allemaal, 22 november, mag het zo zijn, dan mogen we weer onze briefje weer rood kleuren bij een stemhokje eigenlijk. Ja, ik heb de stemwijzer nog niet gedaan. Ik heb het waarschijnlijk al gedaan, maar jullie hebben dat nog niet gezien. Omdat ik dit op vrijdagavond opnemen en waarschijnlijk ga ik dat zo meteen na deze uitzendingen te doen. Dus dan horen jullie volgende week wat mijn uitslag was. Want ik hoor bij veel mensen, ik hoorde bijvoorbeeld Ruud Wild afgelopen week, dat hij zei van dat en dat en dat was er bij mij uitgekomen. Nee, in de Keur hoorde ik dat. Bij de Wild in de middag, maar in de Keur nam het even over. Politieke partij die een kant willen kiezen in 30 stellen. Vanochtend is de stemwijzer weer online. Och, de webcam gaat weer een beetje raar doen. Dat is nogal vervelend dat hij een beetje raar gaat doen terwijl ik aan uitzendingen ben. Dat is echt behoorlijk kut. Fucking hell. Zo, misschien is hij nu beter. Het lijkt dat hij beter is geworden. Fingers crossed. Fingers crossed, ik kan dat niet. Fingers crossed. Even kijken, wat staat hier? Goed nieuws dus voor iedereen die nog niet weet welke vakje hij of zij op 22 november rood moet kleuren. De 30 stellingen van de stemhulp zijn gekozen uit een lijst van 95. Ze zijn opgesteld op basis van onderwerpen die uit conceptverkiezingenprogramma's ook is gekregen dat de afgelopen tijd in het nieuws was en wat kiezers aangeven belangrijk te vinden. De stellingen zijn vervolgens voorgelegd aan partijen. Die hebben onder meer hun mening gegeven over bevriezen van huren, vuurwerkverbod, halvering van stikstofuitstoot, subsidie van elektrische auto's, gratis OV voor ouderen, vliegbelasting en een grote EU. Nou, als ik even van deze paar onderwerpen mag beslissen. Van huren, dat is gewoon veel te hoog. Dat is echt verschrikkelijk hoog. Die huren, ja, verschrikkelijk eigenlijk. Een vuurwerkverbod, nee. Nee, ik weet niet. Ik vind sowieso dat siervuurwerk, dat moet gewoon blijven. Dat is gewoon hoe het hoort bij oud en nieuw. Maar een echte vuurverbod, dat er geen enkele vuurpijl de lucht in mag, ja, dat slaat nergens op. Dan wordt het zo stil op straat en niemand houdt zich eraan. Nee, echt niet. Niemand houdt zich eraan. Als er een vuurverbod komt, ja, dat werkt niet op oudersavond. Hier is dan de bier en dan, ja, dan kan je gewoon geen... Ja... vuurverbod instellen. Ja, tijdens de coronatijd moest het wel. Ja, niemand hield zich recht aan. In de grote steden in ieder geval niet. Maar bijvoorbeeld dorpen en steden, daar hielp het wel. Halvering van stikstofuitstoot, nou dat ben ik sowieso niet van. Je mag nu 100 km op de snelweg. Was eerst 130 of 120 op sommige plekken. Maar het rare, wat ik het nogal het rare vind... Dat is misschien mijn mening hoor, misschien is het al heel lang geldig. Maar waarom mag je vanaf 7 uur 130 en overdag 100? Die 20 kilometer verschil. Ja. Ik weet niet echt niet waarom, man. Ja. Maar goed, dat is mijn mening. Dit is mijn mening, posities, mijn meningen. Dat is zo, daarom is die week het nieuws ook verzonnen, zeg maar.
Dat is een beetje de grap van de serie. Graanzoveel voor ouderen. Ja. Weet niet. Dat is ook weer een dingetje. Waar je daar van je van. Van, je van wat moet ik daarop vinden? Vliegbelasting en een grotere EU. Nou, dat hou ik me die eigenlijk niet mee bezig, maar. We gaan weer verder met het volgende. We gaan hier volgende week waarschijnlijk uitgebreid door hebben. Waarschijnlijk weer in november ook een extra aflevering van Die Week het Nieuws. Dus zeker kijken. En we gaan naar het volgende. We gaan hebben over het leger Israël. Hamas gebruikt een groot ziekenhuis als hoofdkwartier. In de show. Die week. Uit het nieuws. Oké. Ja, je ziet hier een. Ziekenhuis met allemaal een hoofdkwartier voor Hamas. Hamas gebruikt het grootste ziekenhuis van Gaza, de stad, als commandocentrum, zo stelt het Israëlische leger. Het Sifja. Al gaat hij weer raden dat we even. Zo vervelend dit, hè. Israëlische leger, ik kan dat woord niet uitspreken. Het Sifja ziekenhuis zou toegang bieden aan door Hamas. Gegraven tunnels waarin strijders van de groep zich zouden hebben verscholen na de moordaanslagen in Israël. Morgen 3 weken geleden. Ook zou er onder het ziekenhuis nog voldoende brandstof opgeslagen liggen. Alleen gebruik voor Hamas zelf. En zouden er slaapzalen en badkamers zijn voor honderden Hamas-strijders. Hamas spreekt de beschuldigingen tegen. Op persconferentie liet een woordvoerder van het leger geluidsopname horen van anonieme Gazanen. Ik hou me serieus eigenlijk niet echt mee. Peter met die oorlog, maar ik vind het verschrikkelijk wat er nu eigenlijk officieel eigenlijk gebeurt. Hoeveel mensen daar worden ja, gegijzeld. En ik hoorde dat ook afgelopen week een Nederlander is gegijzeld daar in Israël. Nee, die Gazastrook daar in de buurt. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Ja, het is echt verschrikkelijk wat daar gebeurt in Israël. En ik hoop dat er snel actie komt. Dan gaan we naar het volgende web. Nou, actie komt, zeg maar, bedoel ik dat het snel ophoudt. Want het is heftig, nogmaals. We gaan hebben over een brandstichting in Amsterdam Nieuw-West. In de show die week uit het nieuws. Amsterdam, de plek van van alles. Oh, was de verkeerde foto. Wacht even. Even kijken. Ja, daar is hij. Ja, een 6-jarige eis voor brandstichting in een containerwonencomplex in Amsterdam. Ja, dat doe je dus niet. Het Openbare Ministerie heeft 16 jaar gevangenisstraf geëist tegen een 28-jarige man voor brandstichting in een containerwoningcomplex in Amsterdam Nieuw-West. De brand verwoestte vorig jaar november een woonblok van 75 containerwoningen. Ach, wat een kutwebcam. Echt vreselijk. Ja, sorry hoor. Ik kan dat zo slecht over. Het is zo ongelooflijk stom. Dit heeft hij lange tijd niet meer gehad. En nu gaat hij dit doen, hè. Het slaat echt nergens op. Oké. Godverdomme. Sorry. Nee. Dat kan ik niet hebben. Nee. Even kijken of hij het niet doet, misschien. Nee, hij gaat ons een beetje raar doen. Wat een kutzooi. Nou, doen we dit logo maar even. Het is niet anders, mensen. We gaan hebben over die brandstichting in de containerwooncomplex. Die woningcomplex.
complex in Amsterdam-Nieuw-West. De brand verwoestte vorig jaar november een woonblok van 75 containerwoningen. Daarnaast werd een ander woonblok van 60 woningen onbewoonbaar verklaard. Op 13 november brak brand uit in de woning onder de tweede verdieping van het containercomplex Stadblok Rikkershaven. Het vuur sloeg vervolgens over naar een andere woning in het gebouw. Er raakte niemand gewond, maar tientallen mensen waren door de brand wel hun woning kwijt. Ja, maar wie doet nou zoiets? Het is zo stom eigenlijk. Zijn dan mensen echt zo... En wat is de reden, vraag ik me af, waarom die brand is gesticht? Ik denk dat het nu wel weer doet. Anders zit hier dat logo weer bij. Het doet het nu wel. Nog wel. Als ik zeg, doet hij een... Godsamme, echt vreselijk. Maar goed. Vlak na de brand werd Mohammed S. aangehouden. Volgens de openbare ministerie heeft hij brand gezet in zijn eigen woning. Zit hier ook een kutmug. Kutmug. Zo. Hij heeft brand gezet in zijn eigen woning, dat stelt het OM voor. Bedaard van de getuigenverklaring van de buurvrouw en verklaring van agenten. Hij was in de kamer met een brandend matras en daarbij heeft hij niet het alarmnummer gebeld. Dat is belastend, aldus de officier van justitie. Oké, dat weten we dan ook weer. Ja, terecht dat hij 6 jaar even gevangenisstraf krijgt, want het hoort ook gewoon niet zo om iets van anders eigendom in brand te steken. En die mensen kunnen waarschijnlijk niks doen dat ze in een container wonen. Nee, daar kunnen ze niks doen. En dan hoor je niet iemand in het huis in brand te steken. Nee, dat hoort gewoon echt niet. Daar zijn genoeg gekken op de wereld. Als jullie wat zijn. Ik bedank jullie voor het kijken. Voor deze aflevering. Voor die week uit het nieuws. Sorry dat de webcam soms een beetje raar deed. Ik kan niks doen. Dat ligt gewoon aan het... iets van... dat kan hij geen data oppakken of zoiets. Ik weet niet hoe dat precies zit. Maar dan kan hij geen data pakken. En dat is nogal vervelend. Als je druk bezig bent met een video maken voor jullie. En ik kan heel snel boos worden, en dat deed ik vanavond ook, maar ik kan nog boos worden om met mijn vuist over tafels te slaan. Ja, heeft natuurlijk geen nut, maar ja, je bent dan zo geïrriteerd en dan, ja, heb je dat soms. Nogmaals, ik bedank jullie voor het kijken voor deze aflevering van deze 28 oktober. Wij zijn volgende week zaterdag weer met een nieuwe aflevering op 4 november. Ik hoop dat ik je dan weer zie. Tot dan, hè. Hoi hoi. Die week uit het nieuws. Jouw portie. Meningen over het nieuws van de week. Tot spot, tot binnenland nieuws, tot buitenland nieuws. Alles komt voorbij in die week. Die week uit het nieuws.